Hallo iedereen. Amai, ik struikel over mijn woorden al. Welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsay. Ik ben transformatiecoach, healer en auteur. Ik ben ook een tweelingvlam natuurlijk. Ik ben een eenheid met mijn tweelingvlam. Na 3 jaar hevig heftig werk aan beide kanten van de connectie. Nu, deze video gaat niet zozeer over tweelingvlammen. Het is natuurlijk wel iets meer gericht dan tweelingvlammen, omdat ik zelf ook een tweelingvlam heb. En het is een stuk van mijn taak om te leren hoe dat dergelijke connectie gaat. Maar ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar wat de schaduwen zijn die door deze volle maan eigenlijk getriggerd zullen worden. En dus het kan zijn als je zelf niet resoneert met een tweelingvlam zijnde of lichtwerker of wat dan ook. Dat je ook hier dingen uithaalt, dat is logisch. Maar dus het kan ook zijn dat ik dingen zeg dat je niet zo resoneren met jou, en dat is misschien omdat je geen tweelingplan bent. En dat is allemaal oké. Okay. Wat krijgen we hier? De eerste kaart die we gekregen was eigenlijk een tower. Oeh, alarm. Storms, electrical impulses and lightning. Dus wat gaan we nu door aan van de volle maan? Gaat het een en ander door elkaar geschud worden? En wat, laten we zien wat we nog krijgen. Crossroads met de Hangman. Transitions, turning point, decisions. Ja, ik denk dat dat wel heel duidelijk al aan het worden is. We gaan het gevoel hebben dat ons leven helemaal door elkaar geschud wordt. Misschien het nieuwe zelfs al voelt en dat er nu dingen gaande zijn. Maar de bedoeling is dat er een nieuwe balans komt. En dat is deze kaart, zegt hij. Miracles, combinaties, environments. Dus de bedoeling is dat er een nieuwe balans komt in jouw leven. Een nieuwe balans in je connectie. Een nieuwe balans op werk. Een nieuwe balans in tussen werk en privé misschien. Maar dus overal. Wat dat er nog niet is, hoe dat zou moeten zijn, daar gaat het een en ander op opgeschud worden. Wat dan nog niet in afstemming is met je ziel. Met jouw pad, met het hogere pad waar je naartoe verschoven bent de laatste weken, dat gaat echt nog meer duidelijker worden. Zodanig dat je gepusht en eigenlijk verplicht wordt om de nodige aanpassingen daaraan te gaan doen. En ik krijg hier de zes kaart met de conspiracy, truths en the value of theory. Waarom? Waarom gebeurt dat allemaal? Omdat je zou gaan nadenken van oké, maar wat is nu mijn waarheid? Wat is nu hetgeen dat ik wil gaan nastreven? Wat is die ziel die hier van binnen in dat lichaam hier als vervoermiddel gebruikt? Die energie, die blauwdruk, op welke manier kan dat nu eigenlijk samenkomen met dat fysieke lichaam om hier gerealiseerd te worden in de realiteit? En je ziet op welke manier eigenlijk die twee, het lijkt alsof ze gaan botsen, maar ze gaan niet botsen, ze gaan eerder gaan samensmelten, gaan mergen. Waarom? Want er ligt succes, een gelukkig einde en veelbelovende nieuw begin te wachten. Hoe meer dat jij jouw sterrenafkomst gaat gaan erkennen en gaan aanvaarden dat je niet gewoon zomaar een lichaam bent en niet hier zomaar rondloopt om gewoon te werken, te eten, te slapen, weer te werken en gewoon geld te verdienen om rekeningen te betalen. Hoe meer dat je jouw diepste zelf, jouw blauwdruk, wie dat je bent als energie, hoe meer je dat ook kan laten doorstralen in jezelf. En de vruchten daarvan gaan we zien vanaf volgend jaar. Maar je ziet hier een waterkruik. Laat mij herinneren aan de Waterman. Waterman is in januari. Volgend jaar, ik geloof, een aantal planeten gaan ook in het teken van Waterman. Waardoor dat eigenlijk die collectieve verschuivingen, die collectieve afbraakwerken, als ik het zo mag noemen, eigenlijk globaal geleid en aangestuurd worden. Dus niks is aan toeval. Als je gewoon, ook astrologisch gewoon wat volgt, dan zie je gewoon, dan kan je gewoon zien en voelen wat er gaande is. Dan kan je het ook soms beter begrijpen, afhankelijk van waar je ergens staat in je bewustwording. En als je dingen niet begrijpt, of ze resoneren niet, of het gaat je padje te boven, dan is dat ook oké. Okay. Dan is dat gewoon omdat het nu op dat moment nog niet voor jou is, of misschien zelfs nooit voor jou is. En dat is ook allemaal oké. Okay.
En dus daarom zijn we ook allemaal een andere uitdrukking van de bron. Zijn we niet allemaal gewoon kopietjes van elkaar? Want dan ja, heeft het weinig zin dat de bron zich opgesplitst heeft in oneindig veel verschillende soorten zielen natuurlijk. Dus onthoud, we zijn hier om onszelf uit te drukken, om onszelf te ervaren, om lessen te leren, om onze talenten en gaven te delen en te gebruiken voor het hoogste goed van iedereen. Welke extra boodschap is er nog? Nou, nee, want de volle maan. Oké. Hetgeen wat ik eigenlijk zie, is eigenlijk zelfs al weer eigenlijk een vestiging van hetgeen wat ik daarnet al gezegd heb. We staan aan het nieuw begin. We zijn allemaal studenten. En de ene staat was daar verder dan de andere. En allemaal willen we al dat al onze bekers gevuld zijn. Dat we overvloedig zijn voor alles wat we willen. Een huis, een dak boven ons hoofd. Een relatie die vervulling brengt. Leuke toffe vrienden. Leuke hobby's. Dat we energie van krijgen. Een hele fantastische job. Waar je zelf en je talenten in kan delen. En heel veel geld op de bank. Of op wat dat maar is wat je het wilt hebben. Zodanig dat je het leven kan leiden zoals je wilt leiden. Zodat dat in afstemming is met je ziel. Maar wat zien we? Dat we eigenlijk het gevoel hebben dat we vastzitten. Met het gevoel dat we niet vooruit kunnen. Dat hoe dat de dingen gaan, hoe dat de maatschappij ons dingen oplegt, dat dat ervoor zorgt dat we eigenlijk geen weg vooruit kunnen, dat we die nieuwe wereld niet kunnen gaan creëren, dat we niet die magier kunnen worden, dat we niet, geen balans krijgen voor al de dingen dat we gaan doen, dat niet eerlijk verdeeld is, is zelfs hetgeen wat ik hoor. En dus, hoe meer dat jij blijft vasthouden aan die gedachte, daarom heb je ook die zwaarden, die Page of Swords, hoe meer dat je natuurlijk dat gevoel gaat hebben dat je gewoon vastzit. Die Two of Swords. Dus, hetgeen wat je hier hebt en ziet in realiteit, hoe meer je dat gebruikt als bevestiging van, zie wel dat zo is, hoe meer je dat blijft. En iedere keer hier vastzit, back to sender. En dan blijf je eigenlijk in die kleine loop draaien. Terwijl dat er nog zoveel meer daarbuiten ligt voor jou. Jij wilt dat oneindige universum gaan ervaren. Jij wilt uit dat beperkte zijn breken. Hoe je ziel voelt dat. Dat is geen. Als je op één vlak in je leven. Ontevreden bent en teleurgesteld bent, wat je maar bent, wat dat is, of dat je het gevoel hebt van dat je niet gekregen hebt, of nog niet gekregen hebt, of ontvangen, of ervaart, wat je zo willen diep van binnen, dan is dat de reden. Omdat je mind hier je eigenlijk constant in die loop houdt, waardoor dat dit de wereld is, een kaart eigenlijk hier, waardoor dit dat je niet dat kan gaan ervaren. Je blijft in dezelfde matrix hangen, dezelfde kader hangen. Altijd maar over en over en over en over en over en over opnieuw. En als je het gewoon groter bekijkt van het zielsaspect, is dat de reden waarom we blijven incarneren. Omdat we niet de lessen leren in het fysieke. Omdat we niet onze gedachten veranderen. En omdat we niet geleerd hebben om onze emoties op een goede manier te gaan gebruiken. En dat maakt dat we niet succesvol zijn. En dat we blijven treuren om de dingen dat we vinden en voelen dat we recht op hebben, maar dat we om een of andere magische rare reden niet ontvangen. En dus daarom liggen deze kaarten hier. De Ace, dus één van zwaarden, ik was aan het denken dat dat weer was in het Nederlands. De één van zwaarden, die ligt ondersteboven. Waarom? Omdat wanneer dat ze gewoon zo zou liggen,
dan wil dat zeggen dat we helderheid hebben over wat we toe willen. Dat we helderheid hebben over onze visie. Dat we weten hoe dat we daar doorheen kunnen breken. En dus ligt die nog ondersteboven. Maar dus het is belangrijk dat je zelf eerst die keuze maakt en dat je die beslissing neemt. En dus eigenlijk je zwaar neemt en zegt van, en nu is het gedaan, gaan we dat hier gewoon doorsnijden. Dat je dan eigenlijk verder komt. Dan dat je dan op het verdere pad begint te stappen. Begint, zeg ik, hè. En dan ga je meer en meer ook beginnen zien dat nieuwe situaties op je pad komen. Dat er meer balans gaat zijn tussen geven en nemen. Maar dat je ook zelf dan moet leren wat dat betekent. En daarom ligt de maag hier ondersteboven. Wat dat betekent en hoe dat je dat moet doen om jouw eigen leven te gaan vorm te geven. Vanuit, met samenwerking met je emoties, je gedachten, je energie, je passie. En het fysieke brengen dan. En daarom ligt die maag hier ondersteboven. Omdat zolang dat je hierin zit, ja, ga je al geen stappen nemen, ga je ook geen keuzes maken, ga je ook dan niet ervaren dat die balans er kan zijn, ga je de balans zelfs nooit creëren, hè, want daarom ligt die ondersteboven. Omdat je niet weet van, ja, hoe kan ik hier nu als energie in een mensenlichaam toch nog controle hebben en eigenlijk het leven gaan creëren dat ik zelf wil. En dat is hetgeen wat de maan hier u ook komt brengen, nog meer komt gaan leren. Zodanig dat je uiteindelijk in een hogere fase in jouw ontwaking stapt. Maar voornamelijk dat je het ook meer en meer gaat gaan begrijpen hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zit en hoe dat het werkt. Na deze volle maan ga je ook merken dat heel veel mensen die in jouw omgeving, dat waar dat leek dat ze eigenlijk nog niet wakker waren of nog niet mee bezig waren, dat die toch wel al het een en het ander, dat er toch wel het een en het ander verschoven is in hun energie. En ze gaat misschien nog niet allemaal begrepen, dat hoeft ook niet. Maar net zoals jij, loopt iedereen op zijn eigen pad. En zijn eigen tempo. En zijn eigen tijd. En dat is wat je hier ook ziet. Waar jij misschien al buiten die kooi bent en al een stukje erbuiten gestapt bent, ga je zien dat veel meer en meer mensen in aanleiding van een volle maan en dan nog verder de andere gebeurtenissen die komen naar tussen nu en het einde van het jaar en nog meer volgend jaar. Dat diegenen die nog vastzitten in die kooi, die hier nog blijven staan op die eerste kaart, als het gezelschapsspel zou zijn, dat die eigenlijk een magische of extra bonuskaart gaat krijgen, waarop dat gaat staan wat dat ze kunnen doen om er volledig aan buiten te stappen. En dan gaan ze inderdaad dat gevoel hebben van, ga, er is iets magisch gebeurd. Plots zag ik het licht, als het ware, is hetgeen wat ik hoor. Maar je gaat merken dat mensen plots anders gaan denken, dat ze plots open gaan staan voor de dingen waar jij mee bezig bent. Dat ze plots meer vragen gaan stellen. En dat is ook hetgeen wat je gaat zien, zeker als jij in Divine Feminine bent, dat je ook gaat meer en meer gaan zien in je Divine Masculine energie. Dus naarmate dat we meer naar het einde van het jaar gaan en dat we naar, noem je dat, 21 december gaat, hè, waarin dan dat staat bij de equinox, is de equinox, ja. Hebben, dat die verschuiving er gaat komen. Want kijk, de gele vlam, de gouden vlam, is eigenlijk de vlam die net onder de diamanten vlam staat, qua frequentie. En dus de aarde ontvangt veel meer van die hogere lichten, van die hogere universele vlammen, energieën. En dat zorgt ervoor dat veel meer mensen in staat gaan zijn om angsten volledig los te laten. Dat hoe meer dat jij leert werken met die hogere energie, die universele vlammen, dat je gaat leren hoe dat eigenlijk jouw vrije wil kan gaan gebruiken in dienst van jouw ziel. En dat noemen we dan eigenlijk jouw die divine will. Maar nu gaan heel veel mensen gaan nog het gevoel hebben, omdat ze nog op dat pad van bewustwording lopen, ze zijn nog niet volledig geankerd in dat hogere bewustzijn. En dan heeft dat natuurlijk een heel onstabiel gevoel. En het gevoel dat de vloer aan hun voeten wegzakt, daarom was ook die storm en dat tower moment. Waarom? Omdat ze verplicht worden om in nieuwe directies, nieuwe richtingen te gaan. En dat zolang dat je eigenlijk tussen die twee werelden zit, dus met je ene been in de oude wereld en in je oude versie van wie dat je bent en je oude leven als het ware, en één been in het nieuwe, dan is dat gewoon onstabiel. Dat is gewoon een feit. Maar het is net dat je eigenlijk moet comfortabel worden in die veranderingen en in het onstabiel voelen en de chaos eigenlijk. Dat meer rust gaat gaan creëren. Is niet te veel.
Gaan we kijken welke vlammen de behulpzaam kunnen zijn. Joy, yes. Joy. Oh my god, misschien naar de kleuren. Misschien naar de kleuren. Aardsengel Sandalphon is sowieso behulpzaam. Tijdens doorheen deze evolutie. En focus je altijd op geluk, op plezier. En aardsengel Jofiel. Jofiel is ook verbonden met gedachten. Dus leer jouw gedachten echt bewust constant te herrichteren. De nieuwe richting, hè, zoals hier staat, New Directions. Richting het geluk. Richting hoe jij wilt voelen. Richting jouw union. Richting jouw fantastische droomleven. Richting het manifesteren en ontvangen van je diepste wensen. Want dat is jouw fuel. Dat is eigenlijk de barometer om te zien waar dat ergens staat op je pad. En dat is ook hetgeen dat jou vooruit gaat helpen. Dus ik zou zeggen, werk zeker deze volle maan tijd tot begin volgende week, rond de 15e zeker. Werk met deze kleuren. Roep de gele vlam aan. Roep de gouden vlam aan. Roep de rood-oranje vlam aan. In combinatie met dat diamanten en dat zilveren. Hè, speelt daarmee. Roep die aan. Laat die door je volledige lichtsystemen en je energie stromen. En dan ga je zien dat je niet zoveel last gaat hebben van al die destructieve, uit balans brengende energieën. Maar dat je iedere keer heel smooth en heel moeiteloos, iets moeitelozer gaat kunnen doorheen fietsen. Zo, ik hoop dat deze video jullie heel hard kan helpen doorheen de komende dagen weer. En dan zie ik jullie weer opnieuw in een nieuwe video. Dag!